Oké. Als jij... Ik zat na te denken hoe ik een intro wilde doen. En in één keer deed ik random dit. Oké, nou daar zijn we in ieder geval. Hallo dames en heren. Het is even een tijdje geleden dat ik weer heb geüpload op Pensknol 2. Maar ik ben weer terug. Samen met Linktijger. Ik heb er ontzettend veel zin in. En we hebben even een leuk ideetje bedacht. Er liggen hier namelijk packs voor ons. Ik heb hier een stapel packs. Dit zijn er in totaal 10. Ja, ja, precies hetzelfde. Ja. Ja. We gaan een Celebration Pack Battle doen. Dat houdt in dat we pack voor pack openmaken tegelijk naast elkaar. En we gaan kijken wie dan de meest waardevolle, of in ieder geval de beste Pokémon in de pack heeft. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Laat even in de reacties achter wie denk je dat gaat winnen, Enzo of Link. En laten we dan gewoon meteen erin duiken en beginnen met de allereerste Celebration Pack. Ik heb meteen de goede gepakt, hè? Jij hebt een goed gevoel erbij? Ja, zeker. Oké, dan gaan we hem openmaken. En de truc bij deze Celebration Packs is eigenlijk heel erg simpel. Als je hem openmaakt, dan draai je hem om. Dan heb je de codekaart. Die leggen we apart. En dan doen we van de 4 kaarten die erin zitten, doen we de derde. En die doen we zo. Yes. Dat is de truc bij deze. En dan hebben we de beste kaart als laatste. Goed, de regel is als volgt. Als wij dezelfde kaart packen, ja, dan moeten we ruilen van pakje. Klopt. Top. Dus dat betekent ook dat ik die kaarten mag houden. Ja, ja, ja. Dus zeker. Stel voor, jij had nu ook een Dialga en we ruilen. En ik heb een Charizard, had ik in mijn pack. Dan mag jij die uiteindelijk zeker, houden. Ja, ja. En we gaan doen dat als je wint, heb je gewoon 1 punt op een normale manier. Ja. Maar stel voor, je wint met een Blastoise, een Venusaur of Charizard. Krijg je 2 punten. Ja, is goed. Nou, dan gaan we dames en heren. We gaan nog niet ruilen. Oké, okay, het begint in ieder geval rustig. Oh, dat is bijna ruilen, dat is bijna ruilen. Dit is niet 1 Pikachu, maar dit is 2 Pikachu. Oké, daar gaat hij in 3, 2, 1. Oh! Ja, die moet, aan je geven, die moet ik aan je geven. Kijk eens even, dames en heren. We hebben hier de mammoet, hoor. De mammoet van de hunnebedden van vroeger. Heel goed. Dan vind je... Ja. Die punt heb je niet. Heb ik wel een puntje, dames en heren? 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Oeh. Bijna ruilen. Een Groudon. Ik heb een Palkiaatje. Oeh. Een Cosmoem. Ho-ho. 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 Ho! Pikachu'tje. Ja, ja, daar is de Pikachu, dames en heren. Ja, die dan randje. Ja, ik ga dit gewoon weer winnen, hoor. Helemaal balen. Ik ga dit gewoon weer winnen. Oh! Ja, oh, op, joh. Jij weer wel. Oh my god, oh my god. Wah, wah, wah. Wat een kaart, dames en heren. Die jongen is 2-0. Woe! Check deze eens even. Zo, dat is een lekker kaartje, hoor. Ik heb wel Celebration Packs hier zo. Niet normaal. En even voor de duidelijkheid. We hebben allebei onze eigen packs uitgekozen, dus... Het is niet dat ik jou 10 waardeloze packs heb gegeven. Stiekem heb jij gewoon 10 waardeloze gepakt en daarbij ondergezet. Ja. Toen ik even weg was. Ja, nee hoor, dat zou Pikachu nooit doen. Nooit. Ik begin alweer met een Groudon. Nee, ik heb... Cosmoem. Nou, misschien gaan we hierna wel ruilen. Nee. Oei. Ik wil even 1 pack gerald hebben, hoor. Ja, dat zou wel leuk zijn. Dat wil ik wel echt heel graag. Oeh. 3, 2, 1... Ja, in technisch gezien moeten we hem ruilen. Ja, we moeten hem zeker... Ja, eigenlijk hele packje dan, hè? Ja, nou ja, hier. Dus jij krijgt die en ik krijg die van jou. Ja, nou ja, dit is eigenlijk een pack die voor de Celebration set niet echt heel waardevol is. We hebben allebei geen punt. Nee, helaas. Stelt niks voor dit. Deze packs die gaan wel heel erg snel voorbij, omdat er maar 4 kaarten in zitten. Maar als je dan die Charizard, Venusaur of Blastoise hebt... Dat is er wel keihard, hoor. Ik begin met een Cosmog. Ja, maar Reshiram. Daar gaat hij. Balkiaatje. Ik noem deze altijd elftal. En weet je waarom een elftal heet bij voetbal? Dat. Heb je geen idee? Met 11 spelers spelen. Ja! Ja, nee, ik dacht... Ja, lekker. Ik durf het ook niet verkeerd te zeggen. Elftal? Ja, nee, ja, straks worden allemaal voetballiefhebbers boos, maar ik zie een klein randje bij jou, zie je dat? Oh! Oh, oh nee! Ja! 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 Ja, 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 dat wordt ruilen! Nee! Dat wordt ruilen! Oh my god! Dat wordt ruilen! Nee, dit wil ik helemaal niet! Yes. Nee, dat wil ik helemaal niet. Oh, wat goed dat ik dat randje... Zal ik even spieken dan? Ja, ja. Ja! De steel! Wat een steel! Dit Xerneas EX! Ja, eerlijk heb ik die gestolen. Eerlijk ja, deze heb je netjes gestolen. Ja. Heel goed deze. Nou, wel fijn voor mij dat de enige punt die je hebt is door mijn pack. Is door mijn pack, dames en heren. Oh, ho, ho. Ho, eens effe. Ho, eens effe. Heb jij nog zo'n gevoel dat we de Charizard, Venusaur, Blastoise gaan packen? Ja, wel. Ja. Ja, serieus? Minimaal eentje. Misschien 2 eigenlijk al voor het wel. Oeh, Mew. Ik ook. Of lijkt dat zo? Dat lijkt zo.
Oh, de onderkant ook, ja. Nee. Ik zag de 002 staan. Ik had het je gegund, maar ik had het je niet gegund. We zijn op de helft, dames en heren. We hebben allebei nog 5 packs. En het staat 2-1 voor mij. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Ik wil wel ruilen met jou, hè? Ja, wil je ruilen met mij? Ja. Nou, misschien mag dat ook wel, hè? Oeh, bijna. Dat is niet voor. Oei, oh. Pikachu. Oké. Okay. De laatste packen we. Ik moet wel zeggen, een Surfing Pikachu wint het wel van Zamazenta. Ja, maar weet je, dat puntje wil ik niet hebben. Nee? Nee. Dus we doen gewoon... Ik wil wel echt winnen. Je wil hem echt winnen? Ja, ik wil echt winnen. Oké, dan laten we het voor wat het is. Ja. Wat vind jij de allervetste Pokémon kaart van deze set? Is dat de typische, eigenlijk voor de hand liggende Charizard? Of heb je een andere favoriet? Want er zit ook een Umbreon in. De Gouden Mew. De Gouden Mew? Ja. Ja, is dat je favoriet? Oké. Okay. Ook omdat ik mezelf één keer heb gepakt. Ja, dat is ook één van de chase kaarten dan. Daar gaat hij. Ik wil dit helemaal niet, Link. Ik hoop echt zo dat ik iets goeds van je heb gejat, hè. Ja, dat hoop ik dus ook van jou. Maar ik had echt een goed gevoel bij mijn pack. Ik had ook een goed gevoel bij mijn... Oh! Hey, de Flying Pikachu, dames en heren. Een V-Max. Ah, hier ben ik wel blij mee, hoor. En okay, de allerlaatste. Oh! Ja! Nee, blijf af! Dit is mijn Charizard! Dit is mijn Charizard! Oké, nu ga ik laten zien wat ik voor jou heb. Dit is perfect! Ik kan wel huilen! Oh mijn god! Wat een kaartje, dames en heren. Oh mijn god, is het 2 punten? Dat zijn 2 punten. Ik sta nu voor, ik heb die gewoon een Charizard! Ja, nu is het 2 voor jou. Ja. Gefeliciteerd. Ja, regels zijn regels, dames en heren. Of ze nou leuk zijn of niet. Oh, dat is wel echt een goed gevoel dit. Oh, maar ik zei toch, ik had een goed gevoel bij mijn pack. Ja, joh, maar dit was even overdreven. Wauw, de Charizard, dames en heren. Kijk nou eens even. Oh my god. Ja, gefeliciteerd. Neem hem veilig mee naar huis, zou ik zeggen. Ongelooflijk. Hé, maar voor iedereen die op Link had gestemd, wacht maar, hè. Wacht maar. Weet je wat het allermooiste zou zijn als ik nu serieus een Charizard terugrel? Zo. Ja, dan verdien je hem ook wel. Heb je de Charizard al van deze set? Ik miste voor mij nog maar 5 kaarten. Charizard wel 1. Ja? Ja? Wow, hoe sick. Oké, daar gaan we. Uit. Oh. Hey. Oh, jammer. Het is niet dezelfde. Het was geen ruilen. Het is wel een Pikachu, dames en heren. Maar ja, jullie hebben hem bij mij al gezien. Ik deed op ongeluk 2. Maar dan is het nog steeds gelijk. Ja, allebei een 4-max, dus gewoon geen puntje voor beide. Nee. Heb je goed gevoel voor deze? Nee. Oh. Jij? Jawel, echt wel. Maar ik zit er zo lekker... Oh, dat is balen, hè, voor mij. Dat is balen, want die had ik graag willen hebben, dat packie van Link. Ja, maar ik er zo goed over voel, hè. Oei. Ik zie wel een randje bij jou. Nou, ik doe... Oh, echt? Ja. Nee, dat is... Dat denk je. Dat lijkt zo. Dat lijkt zo, maar dat is gewoon afgeraffeld kaartje. Die andere ook even. Dit is huilen met de muts op. Pas op, joh. Die Blastoise. Nou, ze hebben zo'n laatste pack in een Venusaur, pak hem niet. Als je dat doet. Ja, ik kan sowieso niet meer winnen. Dit is wel sick, hoor. Gewoon 10 packs. Je hebt gewoon. Wauw, die Charizard en Blastoise leggen we straks even bij elkaar. Dit is wel echt bijzonder. Ja, joh. Het staat nergens op. Wat een geluk. Oh my god. Die echt honderden van die packs open hebben gemaakt en geen één van de 2 hebben. Klopt. En wij pakken ze even gewoon in een videootje. Wauw. Nu wil ik wel met jou ruilen en dan even die Venusaur jatten. Ja. Dat zou wel mooi zijn. Dan heb je hem net niet compleet. Wow. Oké, dames en heren. Daar gaat hij. De allerlaatste pack. Gaan we nog wel packen. De winst voor Link is al binnen, maar... Nou. We kunnen nog wel een mooi einde hebben. Oei. Helaas. Maar let op, nu stil ik de show. Sure. Nu stil ik de show. Ja. Ja. Boom! Verdomme! Maar, laat even die Charizard en Blastoise. Oei, wat een kaartjes, dames en heren. Oei, joh. We hebben de Blastoise en we hebben de Charizard. Oei. Prachtig.
Die Blastoise ziet er echt goed uit ook. Kijk dan, wat een kaartje. Heerlijk. Ongelooflijk. Gefeliciteerd, maat. Dankjewel. Je gaat gewoon serieus met twee mooie kaartjes naar huis. Ja, joh. Heel erg dik dit. Nou, als ik het iemand gun, dan is het natuurlijk Link wel, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Het kanaal van Link staat in de beschrijving. En natuurlijk even een groot shout-out naar Flashcards, die deze 20 packs voor ons heeft gesponsord. Dus dankjewel. En wil je Pokémon kaarten kopen, dan weet je waar je moet zijn. Linkje in de beschrijving van Flashcards. Tot de volgende video. Als jullie in ieder geval meer willen zien. Peace!